verrassende dingen. Jullie zijn allemaal HR, dus jullie kunnen elkaar lekker helpen. Ja. Ja, ik denk ook het warme gevoel toen ik binnenliep in het gebouw, überhaupt al bij de receptie. Aha, de klik dat je werd uitgenodigd, ook al had je een cv van boven de 50 jaar. Super. Ja. Ja. Had je er wel een foto op? Ja. Bijna 83.000 boeken verkocht. Die zijn ook meer dan 10.000 keer geleend via de bibliotheek. En ik heb heel veel andere mensen geïnspireerd en getraind en gecoacht. Dominique Heijerman. En wat ik meeneem is inspiratie als loopbaanbegeleider. Voor kandidaten en voor werkgevers. Ik ben Ian van der Hoven en wat ik meeneem van deze bijeenkomst is dat ik me realiseer dat je van tevoren als werkgever al heel veel kunt doen. Informatie geven, mensen welkom heten voordat ze überhaupt gaan solliciteren. Dat is een eye-opener. Ik ben Jacob Valkenburg en ik heb zojuist de workshop van AutoVincent Candidate Marketing gevolgd. En dit is iets waar elke recruiter en HR-manager naartoe moet. Mijn naam is Nienke Bruin en ik werk bij de Vrije Universiteit. En wij gaan er zeker voor zorgen dat we onze deur voor sollicitanten eerder opengooien en meer informatie af gaan geven. Hoi, ik ben Martin en ik neem mee het woord belonen. Ja, nou, ik ben Alex Engel. En ik ben hier vanmiddag geweest bij AOC Vincent over kandidaat marketing. Of candidate marketing, ik moet altijd op het Engels natuurlijk. Wat ik heel goed vind is dat ze de recruiters aansprak. Maar dat ik ook geleerd heb hoe kandidaten denken. Dus die twee werelden heeft ze heel mooi vandaag verenigd. En ja, ik heb te veel om op te noemen geleerd. Dus ik ben weer heel happy met deze meeting van de NVP. Helemaal top. Was super. 40 man in de zaal meenemen naar wat wilde je sollicitant nou? Dus ik heb alleen maar verteld over vanuit de positie van een sollicitant, hoe die geraakt wil worden in zijn hart, omdat van werk veranderen een groot besluit is, et cetera. Stop met brieven. Dat heb ik allemaal verteld en veel meer. Dat is helemaal geweldig. Leuk om te doen. Blij met de reacties.